Ik begin inderdaad met die elevator pitch. Ik heb jullie beloofd waarom ik jullie ga vertellen waarom jullie vooral niet de lift moeten nemen en de trap. Maar dat is heel simpel. En daarnaast heb ik jullie beloofd waarom de Groningse student nooit van zijn fiets afvalt als hij dronken is. Dat zijn de twee onderwerpen en het eerste kan ik heel snel beantwoorden. Maar het gaat eigenlijk allemaal om de omgeving. De omgeving is bepalend. Het werd net al door Klaas van der Veen genoemd bij die mobieltjes. Maar de omgeving kun je gebruik van maken. En dat heb ik met die trap gedaan. En dat heeft met gezondheid te maken, diabetes. Maar de omgeving bepaalt ook soms je gedrag en het functioneren van de hersenen. En daar ga ik het vandaag over hebben. Dus ik ga het hebben over tolerantie. En tolerantie in het gebied van verslaving. En dat is mijn gebied van onderzoek tegenwoordig. Ik kijk vooral naar gedragsverslaving, naar verslaving aan overeten, naar compulsief diëten, anorexia nervosa en dat soort zaken. Maar ik ga het nu vandaag hebben een beetje over alcohol. En de bottom line, de take-home message voor vandaag is dat de omgeving bepalend is. Die stuurt de hersenen, die stuurt je gedrag, zonder dat je het eigenlijk altijd bewust meemaakt. En tolerantie, het begrip wat we daarvoor gebruiken, voor verslavende middelen en verslavend gedrag, is dus heel erg het resultaat van omgevingsfactoren. Als je dat onthoudt, dan heb je de boodschap meegekregen. Even de term. Tolerantie in verslaving betekent dat je tolerant wordt ten opzichte van het stofje, van de heroïne of de alcohol. Je hebt eigenlijk steeds meer nodig, een hogere dosering, om hetzelfde effect te krijgen. Dat noemen wij tolerantie. Je wordt tolerant, je kunt er beter mee omgaan. Dus je hebt meer nodig. En in mijn neurochemische achtergrondgedachte was het altijd, oh, dat heeft iets te maken met de lever die alcohol afbreekt, of de hersenen, de receptoren die ongevoelig worden. Die teksten zien jullie heel allemaal achter me. Maar dat klopt niet. Het is de omgeving die je bepaalt. En dat ga ik jullie proberen uit te leggen, wat tolerantie werkelijk is. En de term die we daarvoor gebruiken is conditioned drug tolerance. De conditionering door de omgeving. En de omgeving bepaalt het. En ik wil dat heel simpel laten zien. In eerste instantie door een onderzoek naar insulin-induced hyperglycemia. En daar heb ik deze spuit voor. Stel, ik kom bij deze spuit en ik ga naar jou toe. Er zit insuline in. En ik geef je een injectie met insuline. In mijn vak betekent dat, dat krijg je een hypo. Ja, hele lage glucosegehalte, dat is gevaarlijk. En als ik dat morgen, en je ziet me weer in mijn Groningen sjaaltje, met mijn spuit weer doe, krijg je het nog een keer. Maar langzamerhand, elke keer als ik eraan kom, en elke keer herken je dat shirtje, je herkent mij, of dat sjaaltje, en je herkent mij en de spuit, dan ga je daar tegenin. Je gaat al glucose vrijmaken, et cetera, et cetera. Dat gebeurt. En langzamerhand is het effect nul. Want je anticipeert. Dat noemen we tolerantie. Ja, dus omgeving, het sjaaltje, de spuit, die bepaalt dat jij er al klaar voor bent. En je maakt glucose vrij op het moment dat je me ziet. Betekent dus dat je anticipeert en de consequentie is dat je steeds meer nodig hebt. Dus als ik jou de vervolgende insuline geef, moet ik heel veel meer geven, want je bent er al klaar voor. De consequentie daarvan ook, als ik een keer kom en ik geef je fysiologisch zout, dan krijg je een hyper, dan knal je de andere kant op. En dan heb je een ander probleem, maar dat is even, daar hebben we het even niet over. Maar belangrijk is dat dus hier de omgeving, dat sjaaltje, dat bepaalt of we het effect krijgen. En daar gaan we tegenin. En daardoor heb je steeds meer de hogere dosering nodig. En weet je wat dat voor gevolgen heeft? Denk eens aan die heroïne-junks. Die heroïne nemen in die bekende omgeving. Hun vrienden, de kamer, etc. En die mensen uit Duitsland of naar Frankrijk, die nemen daar in die bekende omgeving die shots. Worden tolerant, hebben steeds meer nodig en vertrekken dan naar Amsterdam. En overlijden dan aan overdosis. Onzin. Dat is geen overdosis. Het is de gewone dosis die ze gewoon altijd hadden in een nieuwe omgeving. En de hersenen waren gewoon niet klaar voor. Dat is dus het effect van tolerantie. En dat kan dus tegen je keren. Is dat alles? Nee, er is nog een ander effect van de omgeving wat jullie wil laten zien. En dat heet zogenaamd contingent drug tolerance. Het is een heel moeilijk begrip wat eigenlijk iets te maken heeft met de context en het effect van de drug. Alleen wat je waarneemt is effectief. Dat is moeilijk uit te leggen, maar ik laat dat zien graag aan de hand van mijn mentor uit mijn tijd uit Seattle, Washington. Degene die dat werk heel erg bij mij geïnspireerd heeft, en dat is Steve Woods. En Steve Woods uit de University of Washington, die deed dit experiment. Die liet ratten lopen op een loopwiel.
En dat was een smal loopwieltje en daar moesten ze op lopen, of een loopbandje. En daar moesten ze op lopen en dat deden ze heel erg goed. Als je dus een controlegroep had en die kreeg dan saline, fysiologisch zout, die deden het goed. Dus dat ziet er ongeveer zo uit. Oh, dit gaat een beetje snel. Dit is de rat op een loopwiel. En die opdracht, die voerden ze perfect uit. Dit zijn de controledieren. Die maakten dus, als je ziet, het aantal fouten was bijna nul. Ja, dus op het moment dat ze de injecties kregen gingen daarna op die loopband lopen, dan deden ze het gewoon heel goed. Een rat kan dat. En toen kwam het experiment. Deze ratten, een andere groep, die kregen alcohol. Voordat ze op dat loopbandje moesten lopen. En wat gebeurde? Nou, ze werden behoorlijk bezopen. Ja, en ze maakten heel veel fouten. En de ratten lagen dus eigenlijk dronken op zijn loopwiel en dat ziet er dan ongeveer zo uit. En natuurlijk, net als ik de show wil doen, dan pakt hij hem niet. Hier zie je een dronken rat op de loopwiel. Maar er trad tolerantie op. Dus na verloop van tijd, die dieren kregen elke dag alcohol. En ze kregen elke dag alcohol en elke dag deden ze het beter. En na verloop van tijd deden ze het net zo goed als die controles. Dus tolerantie. Maar Steve deed nog één experiment. En dat was heel belangrijk. Hij had een andere groep en die kregen ook alcohol. Die werden ook toleranter op alcohol. Maar die kregen alcohol nadat ze op dat platform, op dat loopwieltje stonden. Dus die kregen alcohol, dezelfde hoeveelheid als die andere groep. Maar na die tijd. Nou, die dieren deden het natuurlijk perfect. Ja, die controle, die deden net zo goed als de controles. Want die hadden geen alcohol. Pas na die tijd kregen ze de alcohol. Maar wat gebeurt er nou, en dat was het ultieme experiment, als die dieren dus allemaal hetzelfde uitdaging krijgen. De dag van het experiment is, ze krijgen allemaal alcohol voordat ze op de loopband moeten lopen. Nou, heel simpel, dat is het experiment en dit was wat er gebeurde. Je kunt wel voorspellen wat er gebeurde met de alcohol voor de loopbandgroep. Die doen het gewoon heel erg goed, want die hebben het al 13 keer gedaan. De controlegroep, ja, die doen het beroerd. Die krijgen voor het eerst van hun leven alcohol en die zijn straal bezopen. De hamvraag is, wat zijn nou de dieren die wel elke dag alcohol kregen, maar niet voor die tijd, na die tijd? Nou, die doen het heel erg slecht. En dat komt als hij nu reageert. Nu, ja. Dus die dieren lagen, ondanks dat ze gewend waren aan alcohol, straalbezopen op dat plafondje. Het betekent dus dat het effect alleen maar effect heeft op het moment dat je dat associeert met dat lopen. De alcohol, de dieren zijn getraind op het omgaan met dat duizelig zijn, et cetera, in die omgeving. En als je het loskoppelt van de opdracht, dan doen ze het nog steeds slecht. En dat is in wezen een beetje de boodschap. Tolerantie voor verslavende middelen en gedrag, et cetera, heeft heel erg te maken met die omgeving. Die omgeving is belangrijk. En dat verklaart ook waarom die dronken Groningse student zo goed functioneert. Want die heeft in de loop der jaren heel vaak dat hij uit de stad kwam, was hij straalbezopen, ging op de fiets en in de loop van de tijd deed hij het gewoon perfect. Ja. En daarom, we gaan naar huis, we hebben geen flauw benul hoe we thuisgekomen zijn, met wie we thuisgekomen, et cetera. Maar dat we thuisgekomen zijn, dat is heel goed zeker. Ja. En het probleem is met die Amerikanen. Ja, de collega van mij, op het moment dat hij die alcohol op de fiets krijgt, dan gaat het fout. Maar hij heeft wel vanaf zijn 16e leren autorijden. En pas op zijn 21e mag hij beginnen met de alcohol. En al die Amerikanen die zijn ongelooflijk goed in het rijden onder invloed, in de auto. Ja, dat kunnen wij weer niet. Want dat is de associatie die er niet is. Met andere woorden, de boodschap van mij hier in dit geval is, het is de omgeving die ongelooflijk belangrijk is voor het uitvoeren van gedrag en voor de werking van de hersenen. En de andere boodschap is, als je dronken achter het stuur wil zitten, moet je er heel vroeg mee beginnen. Ja. Dank u wel.